Hoi, ik ben Jurgen en Samsung heeft net hun nieuwe Galaxy S-serie aangekondigd. Die bestaat dit keer uit de Samsung Galaxy S23, S23 Plus en de S23 Ultra. Ik mocht gelukkig al eventjes langsgaan bij Samsung om een kijkje te nemen naar deze nieuwe toestellen. Dus in deze video vertel ik jullie mijn eerste indruk en natuurlijk wat je allemaal kan verwachten van de nieuwe toestellen. Laten we dan beginnen bij het design van de Samsung Galaxy S23 serie. En wat ik persoonlijk heel erg fijn is, is dat het design nu wat meer op één lijn zit. Vorig jaar zagen we bijvoorbeeld nog duidelijke verschillen bij het camerablok. Dat is nu niet meer. Alle modellen zijn gewoon strak afgewerkt aan de achterkant en de camera's komen daar los in naar voren. Persoonlijk vind ik er dat echt wel goed uitzien. Het geeft gewoon een heel erg netjes en clean uiterlijk. Wat ook heel erg fijn is, is dat dit jaar voor alle drie de modellen dezelfde vier kleuren er zijn. Je kunt namelijk kiezen tussen zwart, crème, lavender en groen. En ze zijn allemaal ook nog eens mat afgewerkt. Dus niet zoveel last van vingerafdruk op de achterkant, wat ik altijd wel fijn vind. En als ik zou moeten kiezen, dan zou ik denk ik toch wel gaan voor die groene. Die vind ik persoonlijk gewoon het vetste uitzien. En wat ook wel heel erg fijn is, of wat je misschien heel erg tof vindt, is dat er veel meer gebruik is gemaakt van duurzame materialen. Bijvoorbeeld bij de verpakking, maar ook bij de telefoon zelf is namelijk gebruik gemaakt van gerecycled glas, zowel aan de achterkant als aan de voorkant. En over de voorkant gesproken, laten we meteen eventjes kijken naar de displays. Bij de S23 vinden we een 6,1 inch scherm, S23 Plus heeft een 6,7 inch scherm en de S23 Ultra heeft een 6,9 inch scherm. En ze beschikken allemaal over de optie om gebruik te maken van een aanpasbare refresh rate, zodat die omhoog kan gaan tot 120 Hz, waardoor alle bewegingen op je scherm gewoon een stukje sneller en soepeler aanvoelen ten opzichte van de standaard 60 Hz. En het zijn natuurlijk Samsung schermen, dus het ziet er ook gewoon allemaal hartstikke goed uit. Kleuren komen goed naar voren. Je kan echt gewoon genieten van alles wat je op je telefoon wilt doen. Wat zijn dan de belangrijkste nieuwe dingen in de Samsung Galaxy S23 serie? Nou, ze hebben een flinke upgrade gekregen voor de camera's. De stabilisatie is nog beter geworden. En zo hebben de S23 en de S23 Plus bijvoorbeeld een 50 megapixel hoofdcamera. Maar de S23 Ultra zelfs een 200 megapixel hoofdcamera. En dat zorgt er natuurlijk gewoon voor dat je foto's nog beter zijn. En vooral dat je nog meer details hebt in je foto's. Ook de selfiecamera's zijn flink verbeterd. Gebruiken nu een andere technologie, waardoor je gewoon meer details hebt in je foto's, ook bij minder of bij slecht licht. Daarnaast draaien ze nu ook allemaal op een andere processor, namelijk de nieuwste Snapdragon, waardoor ze nog sneller zijn en ook vooral een betere koeling hebben. Wat zijn nou precies de verschillen tussen de toestellen van de Samsung Galaxy S23 serie? Als we kijken naar de S23 en de S23 Plus, zitten daar eigenlijk geen verschillen in, behalve natuurlijk het formaat en daardoor de batterij, die bij de Plus allebei wat groter zijn. Het grote verschil zit hem echt tussen die twee toestellen en de Ultra. En dat zie je eigenlijk al meteen bij het design. De eerste twee hebben echt die afgeronde hoeken zoals we ze gewend zijn van Samsung. Terwijl de S23 Ultra nog een beetje dat design behoudt wat we kennen van de Note. De vierkante hoeken en dus een beetje het scherm dat over de rand doorloopt. Ten opzichte van de platte schermen bij de andere twee toestellen. Ook heeft natuurlijk de Ultra de S Pen erin zitten. En omdat die ook wel wat groter is, heeft hij een iets grotere batterij. Maar het grote verschil zit hem natuurlijk bij de camera's. De camera's van de Ultra zijn natuurlijk een stukje beter. Zo heb je de 200 megapixel hoofdcamera en je hebt een extra zoomlens achterop zitten, plus nog een dieptesensor. En er zit ook nog wat verschil aan de binnenkant. Zo heeft de Ultra natuurlijk die grotere batterij, ook wat meer RAM, dus je kan wat makkelijker multitasken daarop. En hij heeft ook een optie om te gaan naar 1 terabyte als je echt wat meer opslag nodig hebt. Dan is het tijd voor de camera's. Laten we dan beginnen bij de S23 en de S23 Plus. Daar zien we een 50 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel ultrawide en een 10 megapixel 3x zoom telelens. En aan de voorkant dus die 12 megapixel selfiecamera. Die zien we ook bij de Ultra, maar daar vinden we aan de achterkant een 200 megapixel hoofdcamera, een 12 megapixel ultrawide en twee 10 megapixel telelensen. Eentje van 3x zoom en eentje van 10x zoom. En dan nog een extra dieptesensor. Dat betekent gewoon een hele complete camera setup en zeker bij de Ultra natuurlijk hartstikke goede kwaliteit. Sowieso kunnen de camera's nog steeds 4K filmen, 8K filmen. En voor de oplettende kijker denk je misschien, had die selfiecamera vorig jaar bij de Ultra niet veel meer megapixel? Dat klopt, maar gebruik nu dus een andere technologie, namelijk dual pixel, waardoor de kwaliteit van de foto wel degelijk beter is. Want megapixels alleen zeggen natuurlijk niet zoveel. Sowieso kan je gewoon hartstikke goede kwaliteit foto's maken met deze camera's, dus daar hoef je echt geen zorgen over te maken.
En dan zijn we aangekomen bij wat er in de telefoon zit, want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Zodra je ze alle drie op de Snapdragon 8 generatie 2 processor met verbeterde koeling, waardoor het dus een stuk langer zou moeten duren voordat je telefoon warm gaat aanvoelen, wat wel zo fijn is natuurlijk. En dan heb je bij de S23 en de S23 Plus 8 GB RAM en bij de Ultra 12 GB RAM. Dan kan je natuurlijk nog kiezen tussen verschillende hoeveelheden opslag. Bij de S23 en de Plus kan je kiezen tussen 128, 256 en 512 GB opslag. En bij de Ultra maak je de keuze tussen 256, 512 GB of zelfs 1 TB opslag. En dan hebben we natuurlijk nog de batterij van de verschillende toestellen. Voor de S23 is dat een 3900 mAh batterij. Voor de S23 Plus eentje van 4700 mAh. En bij de Ultra vind je er eentje van 5000 mAh. In de doos zit alleen een kabeltje erbij. Dus als je nog niet een blokje hebt liggen thuis, zul je die moeten aanschaffen. Zodat je ook je telefoon gewoon kan opladen. Toch wel zo fijn. En voor de rest zit er natuurlijk alles in wat je verwacht. Draadloos opladen, omgekeerd draadloos opladen. Je hebt nog steeds 5G-verbinding. Noem het maar op, het is er nog steeds allemaal. Dat is het voor de Samsung Galaxy S23 serie. Ze zijn er eindelijk. Hartstikke toffe telefoons, goede camera's, tof design en natuurlijk gewoon krachtpatsers. Dus je hoeft ook niet bang te zijn dat je iets niet aan gaat kunnen op je telefoon. Dat was het dan voor mijn eerste indruk. Wil je nou niks missen voor alle andere video's die er nog aangekomen over de S23 serie? Abonneer dan zeker op ons kanaal en dan zie je jullie hopelijk in de volgende video.